Niks in de journaals. Helemaal niks. Geen woord over gehoord. Talkshows? Helemaal niet genoemd. Niks. Er stond alleen zo'n klein berichtje in een krant ergens. En dat was het helemaal. En daarom, omdat dit zo verschrikkelijk onderbelicht is, tatarada, maak ik er even melding van. De harde kern van Willem II. Jullie weten wel van, niet de beste, maar wel de gekste. En we zijn voor niemand bang. Ja, dat, en dat hebben ze nu bewezen. Ze zijn voor niemand bang. Want wat is er dan altijd aan de hand? Hooligans, die krijgen natuurlijk altijd, die harde kernen van al die clubs, die krijgen altijd hele slechte publiciteit. En dat is vaak, en dat moet ik eerlijk zeggen, ook terecht. Ja, want die beginnen te vechten, te knokken, breken links en rechts een beetje de boel af. En daar kan je dus weinig positiefs over zeggen. Maar, nu hebben ze zich van de hele goede kant laten zien. Vooral daar in Tilburg. Want zij hebben gezegd, dit is onze stad, Tilburg, en die laten wij niet vernielen. En dat maakten ze ook bekend. Op social media, ze lieten iedereen even weten van, kijk uit. Want de eerste avond ging het dus helemaal mis daar in Tilburg. En toen greep die harde kern gelijk in. De avond na de eerste rellen gingen zij zich verspreiden door de stad op allerlei plekken. En het bleef dus doodstil in Tilburg. Gebeurde helemaal niks, mede dankzij de harde kern van Willem II. Jongens, ik zeg het hierbij, top. Echt waar, het is niet anders. Als jullie het goed doen en als jullie positief bezig zijn, dan ga je dat van mij horen. Want hun voorbeeld werd onmiddellijk gevolgd. In Alkmaar bij AZ, bij NEC in Nijmegen, bij MVV in Maastricht, ja, in Almelo, bij Heracles. Al die harde kernen lieten aan de relschoppers weten van, kijk uit, kom niet aan onze burgers en kom niet aan onze spullen. En zo zie je maar, een voetbalclub is niet alleen maar een voetbalclub. Nee, dat is niet zo. Dat wordt altijd maar beweerd. Ja, het gaat maar over voetballen. Nee, een voetbalclub is gewoon een sociaal gebeuren. Dat is belangrijk in een gemeenschap. Dat is een leven gewoon voor heel veel mensen. Wat denk je bij Feyenoord? Ik bedoel, de Kuip zit vol. Toch niet alleen vanwege voetbal. Nee, de Kuip zit vol omdat die mensen daar bij elkaar komen. Onder het motto, wij zijn Feyenoord, wij zijn Rotterdam. Wij horen bij elkaar. Dat zie je nu ook terug met dit gebeuren met deze supporters. Ja, en maar ik heb nog wel even een klein vraagje. Waar waren de afgelopen dagen de harde kernen van Ajax? Hé, in de Molukkenstraat. Wat dacht je van in Rotterdam-Zuid, Feyenoord? En waar was de harde kern van PSV? Jongens, volg dat voorbeeld van de jongens in Tilburg. En we sluiten nog even af, natuurlijk met een diepe buiging, naar Tilburg. En wij zingen, we zijn niet de beste, maar wel de gekste. En we zijn voor niemand bang. Tak!